wethouder Erik de Vries en Joke van Nemeren. Samen hier bij de inloopavond op de Mielersweg. Er staat heel wat te gebeuren. Ja, zeker staat er heel wat te gebeuren. We gaan de hele Mielersweg mooi opknappen. Een idee wat al jaren leeft en waar we nu eindelijk in uitvoering gaan brengen. En Joke kan zich volgens mij nog wel herinneren wanneer die ideeën ooit begonnen zijn. Nou ja, begin jaren 90 ben ik eigenlijk een beetje mee gestart om te krijgen dat wat we nu gaan krijgen, tenminste, hoop ik. Komt dat net zo lang geduurd in dan? Nou, door eigenlijk allerlei omstandigheden. We hebben elke keer gekregen dat het wel zou komen, dan weer niet. En dan waren er weer andere omstandigheden. Bijvoorbeeld dat hier de huizen om moesten van de Mielersweg. Of de Brandenvoortse Dreef zou gerealiseerd worden en dan zou het minder worden hier. Er is een keer een fase 3 geweest bij de Hoofdstraat. En die is weer in de laaien gekomen, daar was het geld op. Dus uiteindelijk de aanhouder wint, hè, toch? Ja. Ja, en dan eindelijk is het zover. En hoe gaat het precies gebeuren? Fase 1, fase 2, fase 3? Kun je er wel over vertellen? Hoe de uitvoering er precies uitziet, durf ik ook niet te zeggen hoe de fasering zit. Maar wat we in ieder geval gaan doen is rekening houden met de ondernemers, met de bewoners. En in stapjes zorgen dat ze toegankelijk blijven en dat het gebied ook toegankelijk blijft. Dat is een nauwe afstemming met de aannemer en omwonenden. We hebben veel ervaring opgedaan met andere projecten in de stad om op die manier te werken. Zodat het werk wel zo snel mogelijk gedaan is, maar men er zo min mogelijk overlast van heeft. Joke, ik ga er vanuit dat mooie wat is de Hoofdstraat. Klopt dat? Ja, daar mogen we wel vanuit gaan. Dat vind ik wel. Hè? We hebben goed overleg gehad in ieder geval met de meedenkgroep. Ze hebben de wensen kunnen inbrengen, de bewoners, de ondernemers. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Dus in ieder geval, die zijn er blij mee. En ik hoop de doorgaand verkeer er ook profijt van heeft. En nou is het 25 februari. Wanneer gaat nou precies de eerste schop in de grond? Nou ja, voor mijn gevoel werd er een beetje gezegd dat we half maart konden beginnen. Dus ik hoop dat we dan de eerste steen eruit samen eruit kunnen halen. Ja, nou ja, als dat kan, heel graag. En dan de laatste steen samen erin in oktober of november. Jassen we die erin. Dat zou allemaal mooi zijn, toch? Ja. Kan ik me nog herinneren, het is ooit begonnen met wethouder Trix Houthoofd en het eindigt bij wethouder de Vries. Ja, en gelukkig eindigt het ergens, want dat betekent dat het werk af is. En 3 jaar geleden heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld. Juist omdat men zag dat de urgentie heel groot was. En met diezelfde urgentie hebben we ook met de omwonenden, met betrokkenen, het plan opgepakt. En uiteindelijk geschreven zoals het er nu ligt. Dus ik hoop dat we vanavond ook veel positieve geluiden terughalen. Daar waar nog aandachtspunten zijn, zullen we die meenemen. En dan is het gewoon, hopelijk zo snel mogelijk aan de slag. Harry Rijmakers, secretaris van Stichting Herdenkingsmonument Mielerhout. Jij bent vanavond hier, Harry, om ook eens te luisteren, want het is heel belangrijk voor jullie. Ja, dat is zeker belangrijk voor ons. 22 september is de dag voor Mielerhout. Dus 25 jaar geleden dat ze bevrijd zijn van de onderdrukking van de Duitsers. Ja, dan is er een gigantische happening op de zondag, maar in de week voorafgaande, de 17e, hebben wij een doorkomst van ruim 100 voertuigen, authentiek. En die, dan kijken we hoe we ze dus bij de spoorwegovergang eventueel dorp weer uit kunnen krijgen richting Stiphout. Ja, want dat is een hele consternatie, want dat is nog allemaal, dat is wel uniek. Ruim 100 voertuigen. Ja, dat is uniek. Het zijn in totaal een kleine 400 die erover komen vanuit Engeland. En er splitsen zich een klein 100 voertuigen af bij Eindhoven. Die komen via Gelderop, Mierlo, komen ze naar Mierlohout. Dan krijgen ze ook lunch aangeboden door de stichting. En later rijden ze door naar Stiphout, Gerwenune en dan gaan ze richting Son. Waar ze dus een gezamenlijke plaats creëren. Ja, een soort verblijfskamp voor die periode. Nou, denk ik terug aan 2014, want toen waren het ook al enorm druk. Er reden ook heel wat voertuigen. Moet ik het ongeveer, is vergelijkbaar voor een drukker dan? Ja, dat wordt nog drukker. Ja, want we zitten ook te kijken van oké, wat zijn de mogelijkheden eventueel voor parkeergelegenheden. Voor mensen die van buitenaf komen. Maar dus dat komt ook nog ter sprake. En zeker omdat ze hier de Mielerseweg op gaan knappen. Wim Boetskes, goedenavond, een van de bewoners van de Mielersweg. Ja, Mielersweg 253. Er staat heel wat te gebeuren, hè? Ja, dat weet ik wel zeker, want het gaat helemaal op de schop, hè? Dus we wachten maar af wat het geworden, we weten het wel. En natuurlijk kan het niet voor iedereen goed maken, maar we zijn wel tevreden, zoals het er nou bij ligt. En te lang we moeten wachten, denk ik. Nou, 24, 25 jaar hebben we dus dit gehad, voordat het onderhand is, zover hadden dat dit ging gebeuren. Dat is mede door de club van de Mielerseweg en
de wijkvereniging is dit tot stand gekomen. Dat bedoelt de wijkraad, denk ik, hè? De wijkraad, ja. De... En natuurlijk ook de ondernemersvereniging, die dan ook erbij betrokken zijn in verband met... Ja, er zijn nogal wat winkels op de Mielersweg. Die zijn er ook allemaal bij geweest. Daar heeft Cor van Rijsingen heel veel voor gedaan. Die is naar de winkels toe gegaan om te kijken hoe dat het beste is om parkeerplaatsen bij te krijgen. En dus zoveel mogelijk weg te hebben en parkeerplaatsen. We zijn nog wel even bezig. Ik denk dat het eind van het jaar, hopelijk voor de kerst, dat de winkeliers niet te veel obstakels hebben. En dan is het geweldig.